All right, welcome again. Okay, nogmaals welkom. Can you give a hand for the people who watch online, please, that they hear kunnen that I'm not standing here alone. Kunnen jullie een applausje geven zodat de mensen die online kijken you. Die denken dat ik hier alleen ben. Everybody who watches the podcast, it's great to have you around. Iedereen die naar de podcast kijkt, welkom. Today leuk dat je er bent. Today we do part two of our covenant series. Vandaag doen we deel 2 van onze serie over het verbond. And I don't know if you ever had the situation. En ik weet niet of je het ooit meegemaakt hebt, deze situatie. That you do something or you buy something. Dat je iets doet of iets koopt. And afterwards you find out that something is wrong with it. En achteraf ontdek je dat er iets mis mee is. It is not what you expected it to be. Het is niet wat je verwacht had ervan. No, you know these wellness flakes in the discounter? Ken je deze wellness flakes? It's like cornflakes with chocolate. Dat is zo cornflakes waar chocolade bij zit. This should ring a bell, right? Wellness flakes with chocolate. Ja, dat moet toch al een belletje doen, rinkelen. Zo wellness en dan chocolade. But the whole package is like this wellness moment. De hele verpakking ziet eruit als een wellness moment. And you buy it and you think, for sure, this stuff must be healthy. En dan koop je het en je denkt, dat kan toch niet anders dan gezond zijn. And then you read the ingredients. En dan lees je de ingrediëntenlijst. And you find out there's as much sugar and fat in it as everywhere else. En dan zie je, er zit evenveel suiker en vet in als eender waar anders. That's a fake package. Dat is een valse verpakking. And it is not wellness flakes. Dat zijn geen wellness flakes. This is get chubby flakes. Dat wordt mollig flakes. No, it's a lie. Dat is een leugen. It's a fake. Dat is nep. One problem that we have today is you might wanna buy an electric car. En een probleem dat we bijvoorbeeld vandaag de dag hebben is, je wil misschien een elektrische wagen kopen. And buying an electric car is like a good idea, right? En dat is toch een goed idee. But when this electrical car is loaded with energy that comes from a coal energy plant. Maar wanneer je deze auto oplaadt en met energie die dan weer afkomstig is van een kool energieopwekkingssysteem. You know, we missed the whole point. Dan hebben we het hele punt misgelopen. Sure, you're not burning gas. Je gebruikt toch geen gas? But to load it with energy, there is coal that is burned and that pollutes the air. Maar om te voorzien dat jij stroom hebt voor die auto, wordt de kolen verbrand en dat vervuilt de hele lucht. It looks great at first. Dus op de eerste zicht geweldig, ziet het eruit. I sit in my electric car. Ik zit toch in mijn elektrowagen. And I eat wellness flakes. En ik eet mijn wellness flakes. I think this is so good for the environment. En ik denk dat zo goed voor het milieu. And so good for my belly. En zo goed voor mijn buikje. And both is just not true. En het is allebei niet waar. It's fake. Het is nep. And so many times the church looks like something on the outside. En zo vaak ziet de kerk er op een bepaalde manier uit langs de buitenkant. But if we have a closer look, maar als je dan dieper gaat kijken, we find that on the inside it's a totally different story. Dan ziet het er van binnen compleet anders uit. You know, we miss the whole point. We missen het hele punt. And as we talk about covenant, en wanneer we het hebben over verbond, I know this word is weird. Dan weet ik dat dat een vreemd woord is. We are not used to this word anymore. We zijn het woord verbond niet meer gewend. But the covenant is kingdom DNA. Maar verbond is koninkrijk DNA. And if we do not understand covenant, en als we verbond niet begrijpen, we cannot be a church. Dan kunnen we ook niet echt kerk zijn. We cannot be a family. Dan kunnen we geen familie zijn. We cannot have a marriage. Dan kunnen we geen huwelijk hebben. The way God intended it to be. Zoals God het bedoeld had. So it's crucial that we understand covenant. Het is van cruciaal belang dat wij verbond begrijpen. Otherwise we just build houses and fill it with people. Anders bouwen wij gewoon huizen die we dan vullen met mensen. But the whole point of the church is that we have people coming to a house and that they are filled with God. Maar het hele punt is dat we mensen hebben en die komen binnen in het huis en die worden vervuld met God. Something came clear to me as I was studying in the Old Testament. Iets werd me duidelijk toen ik in het Oude Testament aan het studeren was. God told the nation of Israel to take in the promised land. God vroeg aan Israël om het beloofde land in te nemen. But he didn't. He never wanted them to just occupy space. Maar hij wou nooit dat ze gewoon een beetje plaats bezet zouden houden. He never just wanted them to occupy the land. Hij wou niet dat ze gewoon het land bezet hielden. He said, I want you to take this land and bring my values.
Hij zei, ik wil dat je dit land inneemt en mijn waarde erin brengt. Don't serve other gods. Dien geen andere goden. Do not sacrifice your babies to Molech. Was one of these gods. Offer je baby's niet aan Molech. Dat was een van deze afgoden. Do not take over their traditions. Neem hun tradities niet over. He did not just want them to have this land owned. Hij wou niet alleen dat ze dat land bezitten. The whole point was that they also bring the ingredients of the kingdom of God to this land. Maar het idee was dat ze ook de ingrediënten van dat hele koninkrijk van God daar binnen zouden brengen. And we know that in the beginning it worked rather well and then it went downhill. In het begin, weten we, ging dat supergoed en dan ging het bergaf. They just took the land, but they acted as everybody else. Ze namen wel het land in, maar daarna gingen ze zich als eender wie gedragen. You know that Jesus never called us to build churches? Weet je dat Jezus ons nooit geroepen heeft om kerken te bouwen? Jesus never said, go into the whole world and build churches. Wat Jezus nooit gezegd heeft, is ga in de hele wereld en ga daar kerken bouwen. He said, go into the whole world and make disciples. Hij zei, ga de hele wereld in en maak discipelen. And teach them everything that I have taught you. En leer hun alles wat ik jullie geleerd heb. And it's good to be in a building for that. En het is goed daarvoor om in een gebouw te kunnen zijn. But just being in a building and singing a few songs does not make a church. Maar gewoon in een gebouw zijn en een paar liedjes zingen maakt het nog geen kerk. It needs people who understand covenant. Het heeft nodig dat er mensen zijn die verbond begrijpen. Would you please read the Dutch version? Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn discipelen te maken. Therefore go and make disciples of all nations. It doesn't say go and build churches in all nations. Er staat niet ga overal kerken bouwen. So it's not about this building. Het gaat niet om het gebouw. It's not about the name Lighthouse. Het is ook niet over de naam Lighthouse. Daar gaat it's about do we have in our heart the kingdom of God? Het gaat erom of we in ons hart het koninkrijk van God hebben. And if we do not have it, als we dat niet hebben, we miss the whole point. Dan missen we het hele idee. Maybe you're here and you want to get to know the kingdom of God. Misschien ben je hier vandaag en je wil het koninkrijk van God leren That's kennen. That's the whole idea why we are here this morning. Dat is waarom we hier zijn. You know, we need to understand this. Dit moeten we begrijpen. Dit is mijn bloed dat voor vele mensen zal vloeien, zei hij. Het bezegelt het nieuwe verbond tussen God en de mens. Now Jesus made a covenant with us. Jezus sloot een verbond met Then ons. Then he took a cup and when he had given thanks, he gave it to them and they all drank from it. This is my blood of the covenant. Jesus starts his relationship with us with a covenant. Jezus begint zijn relatie met ons door een verbond. But we need to understand what that means. Maar we moeten begrijpen wat dat betekent. What is this covenant? Wat is dat verbond? What are the requirements for it? Wat zijn de vereisten daarvoor? You know, life is crazy sometimes. Weet je, het leven is soms echt gek. And maybe you are here today and you long to step into a covenant with another person. En misschien ben je vandaag hier en je verlangt ernaar om in een verbond te stappen met een maybe andere persoon. Maybe you long to get married. Misschien verlang je ernaar om getrouwd te zijn. And that's a good desire. En dat is een goed verlangen. There's nothing is wrong with that desire. Er is niks mis met dat verlangen. Maybe you are here and you honestly thinking about how you in the best way can step out of a covenant. Misschien ben je hier vandaag helemaal anders en je vraagt je af hoe je op de beste manier uit een verbond kunt stappen. Maybe you're thinking about a divorce. Misschien denk je nou over scheiding. Maybe you experienced a divorce in the past. Misschien heb je een scheiding meegemaakt in het verleden. That's all the world we're living in. Dat is allemaal de wereld waarin we I leven. I just want you to know. Ik wil gewoon dat je weet. Covenant is for you. Het verbond is voor jou. Now. Nu. Today, vandaag, God wants to make a covenant with you. God wil een verbond sluiten He met jou. He already did. Hij heeft zijn deel al gedaan. And we, all of us, we can step into that covenant. En wij kunnen allemaal instappen in dat verbond. Let's have a look at what covenant is, right? Laten we eens even kijken naar wat het verbond is. Covenant. Please read it first in Dutch. Verbond is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Een contract is gebaseerd op wederzijds wantrouwen. You know these marriage contracts? Can you translate it? Do you know this marriage contract? Ken je deze huwelijkscontracten? We don't have one. Wij hebben geen huwelijkscontract. Because the moment that we said yes to one another. Want het moment waarop wij ja tegen elkaar hebben gezegd. The whole idea of finding out who gets what the moment it goes wrong.
dan is heel dat idee van, oké, we moeten duidelijk hebben wie wat krijgt als het toch niet lukt. Made no sense to us. Dat heeft geen enkele zin dan. Because that, hey, we are in here for the whole run. Wij zijn hier voor de lange duur. We want to go all in. Wij willen er helemaal in stappen. We don't want to create a plan B. Wij willen helemaal niet een plan B uitbouwen. From that day on, we say yes. We are one person. Van die dag af waar wij zeggen ja, dan denken wij als één persoon, dan zijn we één persoon. A contract is different. Een contract is iets anders. Covenant is based on mutual agreement. Een verbond dat baseert zich op het eens zijn. Contract is based on mutual distrust. Maar een contract dat baseert zich op wantrouwen. And this has to do with our heart's attitude. Dat heeft met onze hartsgesteldheid te maken. We hold back. Als we ons terughouden. Because there is distrust. Omdat er wantrouwen is. What if you do this in 2 years? En we denken, wat als jij over 2 jaar dat gaat doen? We create this little hidden emergency exits. Dan beginnen we deze verborgen nooduitgang te bouwen. Just to be sure. Alleen maar om zeker te zijn. That if you do not act the way I want you to do. Gewoon om zeker te zijn, als jij je niet gedraagt zoals ik dat wil. Then I know what I can do. Dan weet ik dat ik altijd nog. And this destroys covenant. En dat vernietigt een verbond. Because covenant goes the other way around. Want een verbond denkt omgekeerd. Covenant starts with an agreement. Verbond begint met het eens zijn. Covenant starts with trust. Het begint vanuit vertrouwen. Covenant seeks to be one. Het verbond zoekt ernaar om één te zijn. A contract protects your own right. Een contract beschermt je eigen rechten. So that you can stay two persons. Zodat je zoveel mogelijk, zodat je twee personen kan blijven. Think about that. Denk er eens over na. If you are not ready to say this yes to a person. Als je niet klaar bent om dit soort ja te zeggen tegen een persoon. You miss the whole meaning of a biblical marriage. Dan mis je de hele betekenis van een Bijbels huwelijk. You miss the whole point. Je mist het hele punt. That from now on we are one person. Want vanaf nu zijn we één persoon. And nobody knows what happens tomorrow. En niemand weet wat er morgen gebeurt. But I give you my word today. Maar ik geef je vandaag mijn woord. That I will stick with you. Dat ik naast je zou blijven. That's a covenant. Dat is een verbond. And this is what a marriage is supposed to be. En dat is wat een huwelijk behoort te zijn. No, the word of God says this, Romans chapter 12, 5. Het woord van God zegt, al zijn we met velen, door onze verhouding tot Christus vormen wij één lichaam. En we zijn stuk voor stuk leden van dat lichaam. Wij horen bij elkaar. The English says, since we are all one body in Christ, we belong to each other and each of us needs all the others. There is the idea of a covenant in it. Daar zit het idee van een verbond in. You know, if we this is my wife, by the way. That's why she's the only translator I dare to hug and kiss on stage, because we have this covenant, all right? You may translate that, otherwise it's weird for the Dutch speakers. Hij is mijn man en daarom kan hij mijn knuffel op het podium geven. So, if we have an argument. Als wij ruzie hebben. What do I have to do? Wat moet ik dan doen? I need to seek her heart. Dan moet ik haar hart zoeken. I say, honey, let's sit down. How can we make this work? Dan moet ik met haar neerzitten en zeggen van, hey schat, hoe kunnen we dit laten we werken? We need to find agreement. Wij moeten een plaats vinden waar we het eens zijn. I need to understand how she thinks. Dan moet ik gaan begrijpen hoe zij denkt. I need to understand why she says no and I say yes. Ik moet gaan begrijpen waarom zij ja zegt en ik nee zeg. We need to work this out in agreement. Wij moeten daardoor worstelen tot als we eens zijn. Because we don't have a plan B. Want we hebben geen plan B. We must find a way. We moeten een weg vinden. There is no contract that assures my rights. Er is geen contract dat mijn rechten verzekert. And I also cannot say because I'm the head of the family you have to obey. Ik kan ook niet zeggen omdat ik het hoofd van het gezin Husbands, ben. Daarom you can say that. Mannen, je kunt dat zeggen. But not very often. Maar dat pakt niet lang. Because you wreck. Je kunt dat niet vaak zeggen. You wreck your relationship. Je vernietigt je relatie. The more your wife, now this is secret knowledge. No? Nee, ik ga jullie even een geheim meegeven. The more your wife understands that you really do everything you can to understand her heart. Hoe meer je vrouw doorheeft dat je alles probeert te doen om haar hart te begrijpen. The easier it is for her to submit to your opinion.
hoe gemakkelijker het wordt voor haar om zich neer te leggen bij jouw mening. No, we need to do it together. We moeten het samen doen. Because look at this. Want kijk, gehoorzaamheid zonder relatie leidt op lange termijn altijd tot rebellie. Obedience without relationship will in the long run always lead to rebellion. Does your spouse understand why you make this decision? Begrijpt jouw echtgenoot of echtgenote waarom je deze beslissing maakt? Do our children understand why we want them to do something? Begrijpen onze kinderen waarom ze de dingen moeten doen die ze moeten doen? No, covenant seeks agreement. Een verbond zoekt dat je het eens bent. And you know what? I experienced Jesus as someone. Ik zie Jezus als iemand who pursues me. Die achter mij aangaat. Die. He could have said, "No, you made a choice that I'm your king now." Hij had kunnen zeggen, ja, je hebt gekozen dat ik jouw koning ben. So here is a bunch of rules. Just do it. Dus hier zijn de regels. No discussion. Geen discussie. I'm your king, right? Ik ben toch jouw koning. Okay, here's the dus list of rules. You do that. Hier is de lijst. Doe maar. Jesus never said that. Maar Jezus heeft dat nooit gezegd. But I experienced Jesus as a person who pursues my heart. Maar ik heb Jezus leren kennen als iemand die mijn hart probeert te veroveren. A person who comes after me. Een persoon die achter mij komt. He knows me. Hij kent mij. He understands me. Hij begrijpt He mij. He knows that it's certain things are more difficult for me than for others. En hij weet dat er sommige dingen zijn die voor mij moeilijker zijn dan voor And anderen. And he finds steps with me that I can take. En hij vindt de tussenstappen met mij die ik kan nemen. He is looking for a way in my heart where we can be one. En hij zoekt een weg in mijn hart waar wij één kunnen zijn. You might say, Lord, I cannot, I'm not free enough to go to China. En misschien zeg je, Heer, ik ben niet vrij genoeg om naar China But te gaan. Maybe we start with Lokeren. Maar misschien beginnen we met Lokeren. You know, these are the steps that I experience Jesus is doing with me. En zo zie ik ook de stappen die God met mij doet, zo ervaar ik die. Maybe I'm not at a point that I can stand up and preach to the whole city. Misschien ben ik nog niet op het punt waar ik kan staan en voor de hele stad spreken. But maybe I can start sharing my faith with my best friend. Maar misschien kan ik mijn geloof beginnen te delen met mijn beste vriend. No, Jesus works out covenant with us. Jezus werkt het verbond uit met ons. And we should be people of covenant. En wij moeten een volk van verbond zijn. This should be the zijn. Approach in our marriage. Dat moet de aanpak zijn in ons huwelijk. The way I treat my kids. De manier waarop we onze kinderen behandelen. The way I lead the church. De manier waarop ik de kerk leid. I want to find agreement with all the people who want to build the church together with me. En ik wil daar eenheid vinden met de mensen die samen met mij de kerk willen bouwen. I need them to understand why I think that this is important. Ik wil dat ze begrijpen waarom ik denk dat iets belangrijk is. No, we already have this once, but it's just a great quote from George Bernard Shaw. The single biggest problem in communication is the illusion that it has taken place. We hebben dit al eens gezien, maar ik moet hem nog eens bovenhalen. Het grootste probleem in communicatie is de illusie dat die plaatsgevonden heeft. Does the other part understand why you act the way you act? Begrijpt de andere partij waarom je je gedraagt zoals je je gedraagt? And for us leaders, most of the time they don't. En voor ons als leiders begrijpen ze dat meestal niet. Because you might think, but I've told them 3 times already. Je denkt als leider vaak, maar ik heb ze het al 3 keer gezegd. Doesn't mean that anybody understood it. Dat wil niet zeggen dat ze het begrepen hebben. Just because you say something. Alleen omdat je iets zegt. Does not mean that everybody understands it and does it. Wil nog niet zeggen dat iedereen het begrijpt en ook doet. So we need to sit down. Dus we moeten erbij neerzitten. We need to hear the other person's heart. We moeten ervoor gaan zitten en de andere persoon hun and hart aanhoren. And we need to allow the other person to see your heart. En we moeten toeladen dat de andere persoon ook jouw hart ziet. This is how covenant is formed. Zo wordt verbond gevormd. This is how God treats us. Dit is hoe God ons behandelt. This is what the word of God says. En dit zegt het woord van God. Beste broeders, vergeet niet dat het goed is om veel te luisteren, weinig te zeggen en niet te snel kwaad te worden. Everyone should be quick to listen. This is so important. Quick to listen. Slow to speak and slow to become angry. So a big part in a covenant is that we first listen. Een groot stuk in het verbond is dat we eerst luisteren. Let's go on.
Second take home today. De volgende take home. Verbond kiest het voordeel van de andere persoon. Contract kiest voor het eigen voordeel. Covenant has the interest of other in mind. A contract has personal convenience in mind. That's the core of a covenant. Dat is het hart van een verbond. It's not what is good for me. Het gaat niet om wat goed voor mij is. It's about what is best for you. Maar het gaat om wat is het beste voor jou. If I have a covenant with her, als ik een verbond met haar heb, I need to ask myself, dan moet ik mezelf vragen, what is the best for her? Wat is het beste voor haar? It makes me a good leader. Dat maakt mij een goede leider. What is the best for my children? Wat is het beste voor mijn makes kinderen? Me a good father. Dat maakt mij een goede vader. What is the best for the kingdom? Wat is het beste voor het koninkrijk? Makes me a good disciple. Dat maakt mij een goede discipel. It's not about my own convenience. Het gaat niet om wat het gemakkelijkste voor mij is. Dying on a cross was bad for Jesus. Aan het kruis sterven voor Jezus, dat was niet goed. But it was the best for us. Maar het was het beste voor ons. Jesus lived covenant. Jezus leefde He verbond. Did not think about himself. Hij dacht niet aan zichzelf. He thought about the other. Hij dacht aan de ander. There is such a power in that. En er zit zo'n kracht daarin. Once we understand this, als we dit begrijpen, in our relationship with God, in onze relatie met God, you can live your whole Christian life like this. Kun je je hele christelijke leven zo leven? How much do I have to give to protect the most of my own convenience? Hoeveel moet ik geven zodat ik zoveel mogelijk van mijn eigen gemak kan beschermen? God, how much do I have to give you? God, hoeveel moet ik u geven? And how much can I keep for myself? En hoeveel kan ik voor mezelf houden? This is not how that works. Maar zo werkt het niet. The attitude is more like Oswald Chambers would say. De houding is meer zoals die persoon zou zeggen. My utmost for his highest. Mijn allerbeste voor zijn hoogste. This is covenant. Dat is verbond. Lord, what can I do to put a smile on your face? Heer, wat kan ik doen om een glimlach op uw gezicht te zetten? God, what can I bring? Heer, wat kan ik so brengen? So that you are happy. Zodat u gelukkig bent. What is it, Lord? Wat is het, Heer? That I could be. Dat ik kan zijn. So that you are glorified. Zodat u de glorie krijgt. That's the core of covenant. Dat is de kern van verbond. This is what touches us all the time. En dat is wat ons altijd aanraakt. That's the hero who gives his life for the sake of others. Dat is de held die zijn leven geeft voor het goed van anderen. That's the good husband who puts down his own life for the sake of his family. Dat is de goede echtgenoot die zijn leven neerlegt voor het goed van zijn gezin. This is covenant. Dat is verbond. You know, I was watching Stovall Weems 2 days ago. Ik keek 2 dagen geleden naar Stovall Weems. Stovall Weems is a pastor from Florida. Dat is een pastor uit Florida. And he had a vision of Jesus 2 years ago. En hij had 2 jaar geleden een visioen van Jezus. And it happened on a Good Friday when they had communion in church. En dat gebeurde op Goede Vrijdag wanneer zij avondmaal vierden in de kerk. And the moment that he took the bread, he held the bread. En op het moment dat hij het brood nam en vasthield. And they were praying over the bread. En ze baden over het brood. And he said, in that moment something happened with me. Hij zei, op dat moment gebeurde er iets met mij. Because suddenly I heard a voice next to me speaking Hebrew. En plots hoorde ik een stem naast mij die Hebreeuws sprak. And I had a sense of the presence of Jesus next to me. En ik had een gevoel van aanwezigheid van Jezus naast mij. And he said that I knew, in that moment I knew, the moment that I take the bread, the moment I bite off that bread. En toen wist ik het moment dat ik de brood neem. I accept the covenant with Jesus. Dan neem ik het verbond aan met Jezus. And I say, it's okay, you can go and die now for my sins. Dan zeg ik, okay, het is okay, u kunt sterven voor mijn zonde nu. Can you realize that? Heb je dat al eens beseft? The King of Kings, the Lord of Lords. De koning der koningen, de Heer der heren. Has a covenant for us that he offers us. Heeft een verbond met ons dat hij ons aanbiedt. And if we accept. En als wij dat aanvaarden. We say it's okay, now you can go and die for my sin. Dan zeg je daarmee eigenlijk, ja, het is goed, u kunt sterven voor mijn zonde. The cross was terrible for Jesus. Het kruis was verschrikkelijk voor Jezus. But it was the best for us. Maar het was het beste voor ons. The core of all covenant. De kern van elk verbond is that we seek the interest of other. Is dat we de belangen van de ander zoeken. And not our own convenience. En niet ons eigen gemak.
Now we can try to keep God at a distance. En we kunnen proberen God op afstand te houden. And not much will happen. En er zal niet veel gebeuren. And you might hear about the wonders. En je zult horen over de wonderen. And the miracles. And the healings. En de genezingen. And all the big stuff that always happens in India and Africa or where elsewhere on the earth. En je zult horen over die wonderen die allemaal in India en Afrika en al. And we wonder why does this not happen here? En we zullen ons afvragen, hey, waarom gebeurt dat hier niet? And I think one of the reasons is because the church in Western Europe has a difficulties to go all in for Jesus. En ik geloof dat dat is omdat de kerk in West-Europa er moeite mee heeft om helemaal voor Jezus te gaan. Our attitude is, okay, how much do I have to give so that I can see something happen? Onze houding is, hoeveel moet ik geven voordat ik iets kan zien? But if we start to give God access to all areas in our life. Als we beginnen met God toegang te geven naar elk gebied van ons leven. Like what Jesus did on the cross. Zoals Jezus gedaan heeft aan het kruis. Here I am. Hier ben ik. I hold nothing back for you. Ik hou niks terug I voor pour u. Pour out my life for you. Ik giet mijn leven uit I give voor you my everything. Ik geef u mijn alles. Everything that I have is yours now. Alles wat ik heb is nu van And u. I lay it down for you. En ik leg het voor u neer. Not for my own convenience. Niet voor mijn eigen for you. Gemak. Voor u. You will see that all this crazy stuff starts to happen. En dan zul je zien dat al die gekke dingen ook beginnen te gebeuren. Because it happens within a covenant. Want zo'n dingen gebeuren binnen een verbond. Often we see our relationship with Jesus like we have a contract with him. Vaak zien we onze relatie met Jezus alsof dat we een contract But God, hebben. But God, here it says that I have the right to be happy, that you provide everything, so why are you not doing it? Maar Heere God, hier staat toch dat ik het recht heb om blij te zijn en dat u alles zult voorzien voor mij. En hier staat, dus waarom doet u dat niet? The relationship with Jesus is not a contract. De relatie met Jezus is geen contract. It's a covenant. Het is een verbond. And the covenant needs to step in and give it all. En een verbond, daar stap je in en je geeft alles. And then the stuff happens that will blow your mind. En dan gebeuren er dingen die je omver zullen blazen. The reason why many of us will never experience a financial miracle. De reden waarom veel van ons nooit een financieel wonder zullen meemaken. The reason because we don't need it. Is vaak omdat we het niet nodig hebben. Because everything in our life is safe. Omdat alles in ons leven zo veilig is. You will never see a healing. Je zult nooit een genezing zien. Because you might never need it. Omdat je het misschien nooit nodig hebt. You might never experience God coming in a powerful way into your life. Je zult misschien nooit ervaren dat God op een krachtige manier in je leven binnenkomt. Because you don't need it. Omdat je het niet nodig hebt. Because everything is safe. Omdat alles veilig is. Everything is in order. Omdat alles in orde is. But the moment you give it all in. Maar de moment dat je er helemaal voor gaat. The Holy Spirit will start moving. Gaat de Heilige Geest beginnen bewegen. Now let's come to an end. Mark 14:36. We sluiten af. Abba Vader, zei hij, voor u is alles mogelijk. Neemt u die beker bij mij vandaan. En toch niet wat ik wil, maar wat u wil moet gebeuren. The heart of covenant. Het hart van een verbond. Yet not what I will, but what you will. Now we look for the stuff that makes him happy and is not convenient for us. Wij zoeken nu naar de dingen die hem blij maken, ook als ze ongemakkelijk voor ons zijn. You know, a few weeks ago we started this thing. Een paar weken geleden zijn wij met iets begonnen. We put little brochures out there in Dutch and in English. We hebben daar brochures neergelegd in het Nederlands en het Engels. Because the we call it the Friday evening. Wij noemen dat de vrijdagavond. It's a way to live covenant in our families. Dat is een manier om het verbond uit te leven in ons gezin. And we see more and more how this stuff is so active and so effective. En wij zien meer en meer hoe dat iets heel efficiënt, iets and heel I just want to encourage everybody, get one of these brochures, read through it and start doing it. Iets heel effectief is en we willen iedereen aanmoedigen om die brochures eens door te lezen. I heard testimonies lately that people who had tremendous marriage trouble. En ik hoorde laatst een getuigenis van iemand die een verschrikkelijk was a couple from America. Een verschrikkelijk huwelijksprobleem had. They started doing the Friday evening. Dat koppel begon met die vrijdagavonden. And all this stuff was broken off of them in one evening.
En al die huwelijksproblematiek werd van hun afgebroken. Daar zit kracht in en dat kan hoe dat juist zit kan ik but niet beschrijven. What do we do on a Friday? Dus wat doen wij dan op zo'n vrijdag? We set our family around a table. We zetten onze familie rond een tafel. Then we light a candle. En dan steken we een kaars aan. And I proclaim that Jesus Christ is the Lord in our house. En dan verklaar ik dat Jezus de Heer is van dit huis. And I speak with, like Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. En dan spreek ik zoals Joshua. And this is also maar proclamation. Ik in mijn huis, we zullen de Heer dienen. It's also a proclamation. I take this responsibility. En dat is ook een proclamatie. Ik neem deze verantwoordelijkheid. I am the priest of my home. Ik ben de priester van mijn huis. And if my kids have trouble, en als mijn kinderen problemen hebben, my problem. Dan is dat mijn probleem. Because this is my house. Want dit is mijn huis. And then I pray over Hadassah. En dan bid ik voor Hadassah. And I thank God for her. En dan dank ik God voor haar. And my kids watch me. En mijn kinderen zien dat. And I praise her in front of my kids. En dan prijs ik haar voor mijn kinderen. I say thank you God for my wife. En dan zeg ik dank u God voor mijn vrouw. Thank you that you brought us together. Dank u dat u ons samengebracht we heeft. We have a covenant. En we hebben een verbond. And we are together in this. And I'm thankful for her. En wij zijn hier samen in en ik ben dankbaar voor haar. And then I put hands on all my kids. I have 3 of them. En dan leg ik handen op de kinderen. Ik heb er 3. And I pray prayers of affirmation and protection. En dan bid ik gebeden van bevestiging en van bescherming. And this is amazing what that does. En dat is wonderbaarlijk wat dat doet. This is amazing what this is doing. This is so simple. En dat is geweldig hoe een uitwerking dat dat heeft. En het is zoiets simpel. We heard testimonies from America that people who are full-time workers in churches. En we hoorden van mensen die fulltime voor de kerk werken. They said this is the first time that I lay hands on my kids at home. Dit is de eerste keer dat ik mijn kinderen handen opleg thuis. That's the first time that I put my hand on my wife at home. Dit is de eerste keer dat ik thuis mijn vrouw de handen opleg. And there's such a power in that. Er is zo'n kracht daarin. Because we confirm the covenant that we have as a family. Want wij bevestigen het verbond dat wij als familie hebben. And this does miracles to our kids. En dat doet wonder in onze this kinderen. This does miracles in our relationship. Dat doet wonder in onze relatie. And we decided to do this every week. En wij hebben besloten om dat elke week te and doen. If guests are around or people are around, en als we dan gasten hebben of bezoek, they are invited to do it with us. Dan zijn ze gewoon uitgenodigd om mee te doen. But this is what we do. Maar dit is wat wij doen. This house serves the Lord Jesus. Dit huis dient de Heer. And that's powerful. And I would, now there's a lot going on in me about this, but I'm. Er is heel veel in mij dat hier in beweging is gebracht hierdoor. So many families can receive healing by just doing that. Zoveel gezinnen kunnen genezing ontvangen so alleen many daardoor. Couples can receive healing just zoveel, by doing that. Zoveel koppels kunnen genezing ontvangen hierdoor. This is so easy. Het is zo gemakkelijk. If you are single, if you're not married. Als je single bent en je bent niet getrouwd. Open your house and celebrate this with another single. Open je huis en vier dit met een andere persoon. We are made to live in covenant. Wij zijn gemaakt om in een verbond te leven. This is how God's kingdom functions. Dit is hoe Gods koninkrijk werkt. And so often we only have buildings filled with people and Christian songs, but you don't find covenant in this group of people anymore. En vaak hebben we gewoon een gebouw gevuld met mensen die liedjes zingen, maar je hebt geen mensen daartussen zitten die gevuld zijn met het verbond. Please get the brochure and wrap your mind around it. Neem zo'n brochure mee alsjeblieft en probeer daar eens in te duiken. To give it a try. Ik wil je aanmoedigen om dat eens te proberen. Sorry, I'm over time. I'm closing down now. You know, ik ga de tijd over. Ik ga even afsluiten. I preach at men's conferences. Ik spreek op mannenconferenties. And I see that a lot of men they want to be better husbands. En ik zie dat er veel mannen zijn die betere echtgenoten they willen be better, zijn. Better fathers. Ze willen betere vaders zijn. But they don't know how to do it. Maar ze hebben geen idee hoe dat ze dat moeten doen. And this is so practical. En dit is zo praktisch. So instead of running to another man's conference. Dus in de plaats van nog eens naar een andere mannenconferentie te rennen. I dare you. Daag ik je uit. Take this. Neem dit. And for the next 6 months. En voor de komende 6 maanden. Sit your family around the table every week. Ga elke week met je familie rond de tafel zitten. And just pray the prayers. En bid. 6 months. 6 maanden. And tell me what happens.
En vertel mij dan wat er gebeurd is. This does more than so many YouTube preachings that we can listen to. Dat doet veel meer dan zoveel YouTube preken waar we naar kunnen luisteren. All right, let's round it up here. Matthew 20, 28. Hier ronden we mee af. Jullie moeten net zo zijn als ik, want ik ben niet gekomen om mij te laten dienen. Ik ben gekomen om te dienen en mijn leven te geven als losgeld voor vele mensen. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many. Now we this is a covenant attitude. Dat is een verbondshouding. And that requires a soft heart. En dat vereist een zacht hart. That requires that I also can say. Dat vereist ook dat ik kan zeggen. Please forgive me that I failed as a husband. Vergeef mij alsjeblieft dat ik gefaald heb als echtgenoot. Forgive me that I have failed as a father. Vergeef mij dat ik gefaald heb als vader. I'm just an egoistic, selfish person. Ik ben gewoon een egoïstisch persoon. But the Holy Spirit is working on me. Maar de Heilige Geest werkt in mij. And things gonna change. En dingen gaan veranderen. Because I'm gonna take this responsibility. Want ik ga deze verantwoordelijkheid opnemen. And for me and my house. En wat mij en mijn huis betreft. We will serve the Lord. Wij zullen de Heere dienen. No, but we need to allow God to build this in us. Maar we moeten God toelaten dat Hij dat in ons bouwt. And for that we need the Holy Spirit. En daarvoor hebben we de Heilige Geest nodig. We need Him to give us a servant's attitude. We hebben Hem nodig om ons een houding van een dienaar te geven. We need Him to come home with an attitude of I want to serve. We hebben Hem nodig om thuis te kunnen komen met een houding om te willen gaan dienen. And I don't wait until anybody serves me. En er niet op te zitten wachten tot iemand mij dient. Now it messes with our flesh. Dat wringt met ons vlees. It messes with our ego. En dat wringt met ons ego. But the Holy Spirit is there to help. Maar de Heilige Geest is daar om te helpen. You know what? The more this is visible in a church. En hoe meer dat zichtbaar wordt in een kerk. The soft heart, the servant heart. Dat zachte, dienende hart. I'm telling you, people will come in here, give their life to Jesus and receive healing. Ik zeg het u, mensen zullen binnenkomen in deze gemeente, hun hart aan Jezus geven en genezing ontvangen. As a byproduct. En dat is gewoon een this will just happen. Dat komt er gewoon bovenop. This is just what happens when God, when the Spirit of God is moving. Dat gebeurt gewoon als de Heilige Geest komt. But people allow Him to change their heart. This is what happens. Als mensen de Heilige Geest toelaten hun hart te veranderen, dan gebeuren zo'n dingen. Because this is what everybody wants. Want dat is wat iedereen wil. And this is what everybody needs.